Dag mevrouw. Dag mevrouw, ja, dag meneer. Zo'n heel orkest. Anders lopen de katten. Oh, dat is een behoorlijke hekwerk. RTV Connect, we vragen ons af waarvoor, welke leuke dingen houdt u geld over aan het einde van de maand? Och jee, dat is niet zoveel. Nee, dat is niet zoveel. Nou, in principe weinig, hè. Waarvoor houdt u geld over aan het einde van de maand? Niks. Niks? Tuurlijk niet. Nee? Ik niet. Het is, wij hebben AOW allebei en een klein pensioentje en alles wordt duurder. Dag meneer, hallo. Dus ja. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn we er allemaal op vooruit gegaan ten opzichte van juni vorig jaar. Nou, vooruit gegaan. Ik sta er een beetje versteld van. Ja, maar die lui zijn niet goed wijs. Nee. Ze berekenen van alles. Het is gewoon ene puinhoop in Nederland. Wij zijn arme soort in midden zal er blijven. Wat zegt u? We zijn arme soort in midden zal er blijven. Maar boodschappen doen, 50 euro is dan niks. Nee. Nou, zijn er zin, hè? Er zit wel bij een hoop mensen geld, maar bij een heel, heel groot gedeelte zit er heel weinig. Het is armoe. Heel veel ook. Ik denk ook heel veel bij echt hele oudere mensen, dat die ook zich ervoor schamen. Hè? Gaat u nog wel eens naar een restaurant? Nee. Gaat u wel eens naar de kroeg? Ook niet. Gaat u wel eens op vakantie? Ook niet, want ik drink niet. U drinkt ook niet? Nee. Maar toch moet u elk muntje omdraaien? Ja, heel goed. Nee, wij zijn niet op vakantie geweest. Wel een paar keer een dagje weg. Maar gaat u dan van de winter de gaskraan niet meer openzetten? Denk het niet. Ja. Trekken we de jas aan. Hier. Oh, bent u jas aan het verzamelen? Nee, maar ik heb ook dekens dat ik onderkruip als het koud is. Zo. Maar dat deed u dat vorige winter ook al? Ja. Ja. Hoe gaat dat dan de komende winter? Nou, gewoon oppassen, hè. Aan het zuinig zijn. Erg. Ja. Ik heb best een grote tuin. Ja, mag ik die even zien? Ja. Ah, rondje. Dag, RTV Connect. Waar houdt u geld voor over voor leuke dingen? Oh, dat mag ik. Geef ik allemaal weg. Ja? Ja, geef ik allemaal weg. En we hebben allebei heel, heel hard gewerkt. Ja, kunnen we zeggen, ja. Ja? Ja. Wat heeft u gedaan? 40 jaar dakdekker. Zo? Ja. Dus een beetje versleten, hè? Versleten? Versleten, ja. De knieën, de rug, alles. Ja, versleten, hè? Nou ja, tegenwoordig een vakantie met een vliegtuig en naar Spanje of wat dan ook. Je bent toch gauw een paar duizend euro kwijt. Maar goed, als ik een keer wat zou winnen, zak mijn geld. Heeft u nooit iets gewonnen? Nog nooit. We doen overal mee, we winnen nooit wat. Komt er een keer een vent aan de deur en dan is het RTV Connect. Ja. Dat valt ook nou, tegen. Nou, viel ook weer tegen. Ja. Ah, jammer. Ik ben geen hoe heet die ook weer? Stom. Gaston. Ja, nee, u had liever Gaston over de vloer gehad. Ja, ja. Ik ben eigenlijk een huismus. Ja? Ja. Ook allebei, twee huismussen. Dus ik ben liever mus. Dus. En wat doet u dan? Gewoon van alles. We waren eigenlijk onderweg naar de tuin, daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, kom maar. Maar niet de was. De was niet? Nee. Hangen er geheim aan de waslijn? Oh ja, vind ik raar staan. Wat zegt u? Dat vind ik een beetje gek staan. De was hangt gewoon aan de waslijn, mevrouw. Wat is er dan gek aan? Ja, maar dat is toch heel normaal eigenlijk, hè? Maar hoe heet het? Dit hakketje hebben we er eigenlijk voor de hond en voor onze kleinkinderen. Die hebben we ervoor gemaakt. Oh. Omdat dat een trap ook is, hè? Oh, want dat hondje mag er niet vanaf vallen? Nee, nou, hij loopt erin, maar hij gaat graven in de tuin. En dat wil ik liever niet. Oh. Die manier. Is dat een probleem? Ja, tuurlijk is dat een probleem. Maar hij mag niet in de tuin, want daar graaft hij. En ik heb alweer wat dingetjes gekocht. Dus straks in september dan moet ik ook weer dingen verplaatsen. Maar als het hondje er niet mag komen dan, en de kleinkinderen niet, dan is het wel heilige grond daar beneden. Is heilige grond van mij, ja. Ja, is dat zo? Ja, echt? Ja, ja? Ja, ja. Waarom? Omdat dat is een hobby van mij, dat vind ik leuk. Oh, maar dan mag u alleen zelf komen. Ja. De schuur is van uw man. En wat doet u dan in uw schuurtje? Dat is het tuinhuis. Daar staan de tuinmeubels in de winter. Dan begrijp ik dat ik hier niet achter het hekje mag komen dan. Jawel, je mag. Oh, ik mag er wel komen. Het hondje mag hier niet komen en ik mag er wel komen. Nou, ik voel me vereerd. Wat gemeen, hè? Ja. Neem aan dat jij niet tussen de planten doorloopt. Nee. Nou, oké. Willem is al wel een beetje aan het janken inmiddels, begrijp ik. Ja, het zou het liefste graag even een rondje lopen. Oh, hij wil ook wel even een zijn behoefte doen in de tuin misschien, mevrouw. Nee. Nee?
U bent wel netjes, denk ik, hè, als ik het zo bekijk. Ja, maar zo zijn wij opgevoed. Ja, en ik... allemaal keurig netjes. Heeft u het opgeborgen hier? Nou, ja, het is dit is voor mijn tuinvogels. Ja, maar ik zie geen vogel. Nee, die komen zo, omdat wij er nou staan. Oh, oké. Ja, wat is er mis mee als ik uw was zou zien hangen? Dat is toch heel normaal? Ja, maar goed, ik vind dat altijd ongezellig gezeg in mijn tuin. Ja. Altijd in de ochtend, ik vind dat ongezellig. Ja, het staat inderdaad wel een beetje ongezellig, ja. Ja, dus dat ruim ik altijd op. Ja. Maar ja, u wist natuurlijk ook niet dat ik nu toevallig langs zou komen. Nee, anders had ik de was niet opgehangen. Nee, precies. Nee, ja. Heilige grond, mag uw man wel hier komen? Nou, alleen met zware dingen. Ja, om de schuur te schilderen, met voorjaar toen. Nou, dat heeft mijn man gedaan. U laat de rotklusjes wel aan uw man over. De rotklusjes en de zwaardere klussen. De kuil en zo, hè, dat wordt dan te diep. Maar voor de rest komt uw man hier niet, begrijp ik? Nee, doe ik. En mijn kleindochters ook niet, hè, want ik ben bang dat ze van het trapje afvallen. Maar Willem zou wel graag hier willen. Willem zou wel graag aan deze kant van het hekje willen komen, ja, denk ik, hoor. Ja, soms probeert hij het. Bent u een beetje controlfreak? Ja. Ja? Beetje precies. Ik kan wel eens mopperen als mijn man dat niet is. Oh, ja. Als ik bijvoorbeeld de keuken op heb geruimd en hij gaat een boterham maken of zo. Dat vind ik niet erg, maar dat hij de kruimels niet wegveegt. Wat zijn ze heel precies, hè? In bepaalde dingen geeft ze zelf ook toe. Heeft u er geen moeite mee af en toe dat u denkt, van, nou, ze is wel heel precies? Nee, dan is je niet beschikt. Dat is zij en die is die. Die is een waardelaat, laten we zo zeggen. Ja, we willen wel even zien dat Willem dat rondje mag lopen natuurlijk, hè? Dit is dus een uitzondering, begrijp ik. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, Willem weet niet wat hij meemaakt. Wat is dat dan? Hij mag ineens... Nou, hij doet het wel. Oh, hij doet het wel, ja. Ah, hij duikt nou niet achter de schuur. Oh. Zo, Willem, dat is wat. Ja, die denkt ook, want hij zit nog... Hé, dat is... Ja, dat is eigen reutje. Dat is dus het probleem. Ook dat. Dit is dus... Ja, dat doet een doorn in uw ogen, begrijp ik. Ja, maar dat doet reu, hè. Want... Die heeft zijn behoefte gedaan, hè. Denkt, ik ga er weer vandoor. Zou Willem u bij deze een beetje hebben teruggepakt, denkt u? Dat denk ik. Voor het feit dat hij niet hier mag komen. Nee. Bekijk het maar. Ik heb mijn behoefte daar gedaan. Oh, nog een keertje. Ja. Bent u gelukkig eigenlijk hier, meneer? Ja, waarom niet? Gelukkig, ja. Wat is gelukkig, hè? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Zou u hier blijven wonen willen het hele leven? Ik kan je nooit weg. Nee? Natuurlijk niet. Ik ben een geitenkamper. Ja, natuurlijk. Ja. Ik woon al 74 jaar in de geitenkamp, dus... Ja, en al 47 jaar hier, begrijp ik. Ja, zegt u? Nou ja, uw vrouw zegt wel, het is hier niet meer zo leuk als vroeger. Nee, dat verandert allemaal. Wat er in de wereld allemaal gebeurt en wat er gaande is en hoe ze met Nederland omspringen. En wij hebben wel 4 kleinkinderen, hè? En dan kan ik wel eens denken van... Wat voor toekomst krijgen mijn kleinkinderen? Dat maakt mij wel ongelukkig. Ik denk dat het er niet echt mooier op wordt. Goed. Hoe houdt u de moed erin? Door leuke dingen te doen. Maakt de tuinieren u eigenlijk gelukkig? Ja. Ja? Heerlijk. Zonder, hoe heet dat? Zonder gedachten, hè? Als die de grote wagen komt, weet je wel, die anderhalf of zo'n miljoenen, weet je wel, dan komt de geiten kwam, ja. Dan moet ik gelijk terugkomen. Oké, dat komt terug. Ja, helemaal goed. Dank u wel, hoor. Eet smakelijk, meneer. Dank u. Dag, mevrouw. Oké, dag.